In deze video behandelen we de exporteermogelijkheden van het pakket LibreOffice Impress. Uiteraard kan je presentaties opslaan in het eigen formaat van LibreOffice. Dat doe je gewoon door te kiezen voor bestand opslaan of opslaan als. En dan ga je zien dat de standaard indeling ODP is, Open Document Presentation. Je ziet hier dat de presentatie reeds bewaard is, dus ik ga dat niet nog eens onnodig doen. Wat ik in één weg kan laten zien is dat je het niet alleen kan bewaren als een ODP-bestand, maar ook als je iets lager gaat kijken in een nieuw Microsoft PowerPoint 2010 formaat. Dus ik kan deze indeling aanduiden en ik ga een nieuwe map maken in de exporteren map. Nieuwe map. En ik noem deze Microsoft Office PowerPoint. Zo, ik ga in de map staan. Ik geef de presentatie dezelfde naam. Van het moment dat ik kies voor opslaan, gaat hij zeker zeggen, wil je het formaat behouden in Microsoft PowerPoint of wil je terug overschakelen naar het ODF of ODP formaat. Ik kies hier om het te bewaren als een Microsoft PowerPoint formaat. Ik kan het document eventjes gaan sluiten. Dan kan je laten zien dat in Microsoft Office PowerPoint, dat er een nieuw icoontje bijgekomen is, een nieuw bestand, presentatie internet. Als ik dat even vergroot, zie je vanachter dat het in het PowerPoint presentatieformaat bewaard is. Ik kan dit dubbel klikken. Hij gaat het wel openen in het andere scherm. Dus ik ga dat er eventjes bij halen. Ik sleep het mee in het juiste scherm en je ziet dat de presentatie bewaard geweest is in Microsoft PowerPoint. Uiteraard zitten hier af en toe wel enkele foutjes in. Ik ga de oorspronkelijke presentatie nog eens openen om jullie te laten zien welke mogelijkheden dat er nog zijn. Ik ga naar de tekeningmodus en dan krijgen we het overzicht van onze presentatie terug. Stel dat je deze presentatie of de presentatie die jij leuk vindt en die jij gemaakt hebt wilt gaan tonen op YouTube. Dan kan je hem exporteren in het juiste formaat. Je kiest dan niet bestand opslaan of opslaan als, maar je kiest bestand exporteer dit knopje. Dan krijg je een hele hoop mogelijkheden. En standaard gaat die als een scalable vector graphic opgeslaan worden. Dat wil zeggen een schaalbare vector afbeelding. Je ziet dat er als je op het drop-down listje drukt heel wat andere grafische formaten te kiezen zijn. Zoals JPEG bestanden. Kijk ik nu eventjes over. Daar staat JPEG bestanden, GIF bestanden, PNG bestandjes. Eigenlijk allerlei grafische fotoformaten. Maar stel dat je wou kiezen om hem op het internet te bewaren als een YouTube filmpje, dan kies je hier Macromedia Flash. Ik zal opnieuw eens een submap aanmaken, nieuwe map YouTube. En in YouTube kan ik gewoon de naam bewaren, ik klik opslaan. Dat duurt heel eventjes, hij is beneden in de statusbalk, zie je dat hij de presentatie aan het omzetten is naar een SWSF formaat, een Shockwave. Flash filmpje, dus ik ga dat even naar beneden doen, naar de exporteren folder, YouTube, en daar zie je dat het een presentatie is, een SWF bestand, we gaan even naar de grootte kijken, 158 kilobyte, als we dit dubbel klikken, en ik sleep het venster er weer eventjes bij, ik zeg de inhoud toestaan, dan ga je zien dat de presentatie zal verder lopen, in een flash filmpje. Dit flash filmpje kan je uploaden in jouw YouTube-account, dan kan je dan posten op het internet uiteraard. Als volgende optie wil ik nog een leuk internetformaat laten zien. Dus ik haal de presentatie er even terug bij. Ik kies bestand, exporteren. En ik laat je zien dat hier niet alleen YouTube-formaten bij staan, maar eigenlijk HTML-bestanden of echte webpagina's. Dus ik ga ook dit bewaren. Ik maak een nieuwe map. En ik noem het website. Stel dat ik deze presentatie op mijn eigen website wil plaatsen. Website, presentatie, internet. Oké, opslaan. Bij HTML krijg je een nieuwe wizard, daar is hij al. Waarin dat je een eigen ontwerp kan maken hoe dat jouw pagina's eruit moeten zien. Ik kies nieuw ontwerp. Volgende. Je kan kiezen in welke publicatievorm dat die moet komen. Je kan een automatische vorm kiezen. Een webcast indien je die kan streamen met een streamingserver. Maar ik hou het op het standaard HTML-formaat. Je kan kiezen om een titelpagina te maken, de notities weer te geven of al dan niet uit te vinken. Volgende. In welk formaat wil je de afbeelding opslaan? Ik kies altijd PNG-formaat, omdat dat geen kwaliteitsverlies met zich meebrengt.
Je bepaalt ook hoe hoog de resolutie moet zijn. Hoe hoger de resolutie, hoe langer het duurt eer dat je pagina's geladen worden. Dus ik kies hier eventjes medium resolutie. Je kan kiezen om het geluid mee af te spelen wanneer een diawissel zich voordoet. De volgende. Je mag je gegevens invullen, je eigen e-mailadres, je homepagina enzovoorts. Dat is niet verplicht, dus ik druk volgende. En dan kan je nog knoppen kiezen. Ofwel kies je om alleen tekst te laten zien bovenaan, dus vorige volgende. Ofwel maak je gebruik van de knoppen. Ik kies even deze gele knoppen eruit. Gewoon selecteren, volgende. En dan zeg je van, wil je het kleurenschema uit het document toepassen? Dus deze kleurtjes. Wil je de browserkleuren gebruiken? Dan zit je eigenlijk altijd veilig. Of wil je een eigen kleurenschema gebruiken? Dan kan je alles nog aanpassen. Welke kleur dat gewone tekst heeft, welke kleur een hyperlink heeft enzovoorts. Ik kies nu even de gemakkelijkste oplossing, browserkleuren gebruiken. Dus hij moet daar zelf een keuze in maken. Van het moment dat ik voltooien druk, gaat hij zeggen, wil je een naam voor dit soort ontwerp maken? Mijn eigen ontwerp. Je bent niet verplicht hiertoe, je kan ook onmiddellijk kiezen voor de optie niet opslaan. Ik ga die nu wel eventjes opslaan, dus ik kies opslaan. En beneden is hij de dia's al aan het omvormen naar echte HTML-bestanden. We gaan dat ook even controleren. Ik minimaliseer dat scherm. Ik minimaliseer ook mijn browservenster. Ik haal de verkenner er even bij. Exporteren een website. Je ziet een hele hoop bestandjes. Dus ik ga die in de detailweergave laten zien. Dan kan ik heel snel naar mijn startpagina. Dit is die overzichtspagina of titelpagina zoals Impressit voorstelde. Als ik deze dubbelklik, zie je dat die geopend wordt in een internetbrowser. Je ziet de inhoudsopgave aan de linkerkant, 7 dia's. Je ziet de gegevens die ik ingevuld had, dat waren er niet zo heel veel. En je ziet de dia's op het hoofdscherm. Je kan van hieruit gewoon een dia aanduiden en dan krijg je die in het grote zien. Kan je van boven nog vorige, volgende kiezen. Gaat allemaal supersnel. Hier vraagt hij, mag ik het geluid uitvoeren? Dus zo dadelijk. Daar was hij. Zo dadelijk gaat hij het geluid uitvoeren en je kan terug naar de startpagina gaan. Klik hier om te starten, dan krijg je echt van het begin de voorstelling te zien. Wil je enkel de tekst zien, dan kan je deze knop gebruiken. En dan kan je doorheen de tekst enkel in het tekstformaat natuurlijk bekijken. Maar dat geeft niet hetzelfde als natuurlijk deze hele afbeelding. Dus je kan zelf een eigen website maken op basis van een Impress presentatie. Op een heel eenvoudige manier. We gaan dit even sluiten. We gaan nog iets vertellen over het PDF-formaat. Jullie weten dat als je een document wilt doorsturen om het te laten afdrukken, of als je het wilt doorsturen en je wilt zeker zijn dat die andere partij het document op de juiste manier kan lezen, dus met de opmaak die jij erin verwerkt hebt, dan kan je het enkel te goed doorsturen als een PDF-formaat. PDF was Portable Document Format. Het gaat heel eenvoudig door hier op het knopje PDF te drukken, of te kiezen voor bestand exporteren als PDF. Je komt op een aantal instellingen die standaard eigenlijk al vrij goed staan. Ik wil je nog heel eventjes laten zien. Je kan er ook een beveiliging rechtstreeks inbouwen, bijvoorbeeld door een wachtwoord in te stellen. Ik zal als wachtwoord Lyceum ingeven. Lyceum. Je drukt op OK. Je gaat hem exporteren. Hij vraagt natuurlijk waar. Ik zal hem in dat exporteren mapje zetten en ik noem presentatie internet.pdf. Opslaan. Ook hier zien we het in de statusbalk weer vooruit gaan. Is bijna tot het einde. Heeft al bewaard. Ik ga minimaliseren. Ik haal er mijn verkennervenster nog even bij. Ik ga naar het exporteren gedeelte en daar zie je het PDF document staan. Dus ook dit kan ik dubbel klikken en je gaat zien, dit PDF document is beveiligd met een wachtwoord. Als ik nu eventjes test ingeef, gaat hij mij zeggen dat het wachtwoord fout is. Dus je kan op een heel eenvoudige manier je documenten gaan beveiligen. Ik geef als wachtwoord Lyceum. Oké. En je gaat zien dat de hele presentatie omgezet is naar een keurig PDF-document. Daarin kan je in- en uitzoomen, zodanig dat je alle dia's mooi kan bekijken. Het enige vervelende is hier dat je niet kan kiezen in welke indeling dat je PDF-document moet uitgevoerd worden. Dat kan je wel als je gewoon je presentatie zou gaan afdrukken, bijvoorbeeld via bestand afdrukken. Dan kan je eenvoudig kiezen bij de optie algemeen
kan je hier gaan zeggen, ik wil niet mijn dia's stuk voor stuk of één voor één afdrukken, maar ik wil de handouts uitdrukken. Daar hebben we het eventjes over gehad, bijvoorbeeld met de kop- en voettekst. De handouts kan je dus wel afdrukken, net als de notities of het overzicht. Maar je kan geen PDF-document maken van je handouts. Je kan niet zeggen, bestand exporteren PDF en dan handouts kiezen, wat eigenlijk heel vervelend is. Want zo'n handouts uitdelen is natuurlijk heel overzichtelijk. Ook daar hebben we een trucje voor. Daar gebruiken we een ander programma voor. Ga je dat laten zien? Je gaat googlen naar PDF Creator. Daar staat hij. Ik duid hem van boven eventjes aan. De derde link is de juiste. Het project bevindt zich op SourceForge. Dus als je daar drukt, kom je rechtstreeks op de goede website uit. Er staat een groene downloadknop, dus die gaan we gebruiken. Hij gaat heel eventjes wat reclame natuurlijk aan je tonen en hij zegt, uw download zal starten binnen 1 seconde. Als alles goed is, moet ik het kadertje krijgen. Oké. Ik druk op opslaan. Je ziet, het is ongeveer 18 megabyte groot en het staat alweer klaar. Ik zie hier dat het een EXE-bestand is, een uitvoerbaar bestand, dus ik weet dat ik het speciaal ga moeten starten. Waarom speciaal? Omdat ik gebruik maak van Windows 7. Dus ik ga eventjes weergeven in map doen. Ik zie hem hier staan, PDF Creator. Als ik hem gewoon zou dubbelklikken, zou hij hem gaan installeren als mijn gebruiker. Soms is dat niet voldoende en heb je meer rechten nodig om iets te installeren. Daarom druk ik altijd met de rechtermuisknop en kies ik voor als administrator uitvoeren. Ik zie dat op de rechterkant mijn wizard gestart is. Hij vraagt natuurlijk welke taal wens je te installeren. Ik kies uiteraard Nederland. De wizard gaat opnieuw verder op mijn andere scherm, dus ik haal hem daar eventjes bij. Uiteraard wens hij ons welkom. Wij accepteren de licentieovereenkomst. En we kiezen voor een standaard installatie. De printer mag als naam krijgen PDF Creator. En hij mag het standaard pad kiezen. We gaan akkoord met de gegevens. Nee, want dan krijgen we er standaard weer een werkbalk bij. Dus die zetten we uit. Een volgende. Een aangepaste installatie met Engelse helpbestanden. En als taal gaan we even controleren of Dutch, zo Nederlands, is aangeduid. Een volgende. Volgende. En hier nog eventjes kijken. Alle gebruikers aangeduid. Oké, prima. Volgende. En installeren. Het zal heel eventjes tijd in beslag nemen, aangezien een printer toch wel een belangrijk onderdeel binnen het Windows besturingssysteem is. Ik krijg al onmiddellijk een foutmelding. Ik ga die in dit geval even negeren. Kan zijn omwille van mijn Windows versie. Ik ga ervan uit dat de bestanden juist geïnstalleerd worden. Toon help na installatie hebben we niet nodig. Ik klik op voltooien. Ik ga even controleren bij mijn printers en apparaten. Die haal ik er nu even bij. Apparaten en printers. En ik zie dat PDF Creator erbij gekomen is bij mijn bestaande printers en faxapparaten. Oké. Nu gaan we onze presentatie terug openen. Die stond hier. Impress zal opstarten en als alles goed is, heeft hij de PDF Creator printer toegevoegd in zijn printerlijst. LibreOffice. Daar komt de presentatie. Dat duurt bij mij iets langer, aangezien ik ook deze schermpjes aan het opnemen ben. En de dia's worden ingeladen aan de linkerkant. Goed, we gaan onmiddellijk controleren of onze printer toegevoegd is. Ik kies bestand. Afdrukken. Ik ga eens in het tablet algemeen kijken en mijn algemene printer staat nog aangeduid, mijn standaard printer. Ik kan hier dus nu kiezen PDF Creator en nu kan ik wel doen alsof ik handouts wil gaan drukken. Dus ik kies bij document handouts, maar ik kies als printer de PDF Creator. Ik kan ook eens even gaan kijken naar de eigenschappen van die creator en hij vraagt mij, wil ik het in zwart-wit of wil ik het in kleur afdrukken? Ik kies kleur, kan ook nog de indeling gaan aanpassen, maar die hou ik standaard. Kleur, ik kies afdrukken. En nu gaat hij eigenlijk zijn printopdracht niet doorsturen naar een echte printer, maar naar het programma PDF Creator. Deze gaat dat onderscheppen en toont mij op het andere scherm al een overzicht.
Welke naam wil je je document geven? Wanneer is je document gemaakt? Nu. Maar hij telt de seconden daarbij, dus ik doe die eventjes weg. Zo. En hier doe ik datzelfde, gewijzigd op de auteur. Oei, er langs gedrukt, de auteur ben ik. Het onderwerp is de geschiedenis van het internet. Zo, de rest laat ik even op standaard staan. Nu kan ik kiezen om dat rechtstreeks door te mailen, maar ik kies voor de optie opslaan. Ik ga naar mijnzelfde downloads map. Het internet. Bij exporteren had ik reeds de presentatie staan, maar niet in het handouts formaat, dus ik kies presentatie internet. Maar ik voeg eraan toe handout. Opslaan. Het andere schermpje krijg ik een balkje dat hij wel degelijk dat opslaan en het doorvoeren is. We gaan dat ook controleren. Ik minimaliseer dit scherm. Ik ga terug naar mijn exporteren map. In mijn exporteren map zit nu presentatie internet handout. Ik ga deze eventjes openen. We gaan kijken wat dat hij voorstelt. Minimaliseer dit schermpje en open mijn Foxit Reader programma. Voilà, dit is wat we wouden bekomen. Een PDF document dat niet bestaat uit volledige dia's, maar waarin dat de handouts verwerkt zitten.